Ja, wie heeft er niet van gehoord? Miniatuur People Leeuwarden. En over de hele wereld komen ze op dit moment naar Leeuwarden toe om al deze kleine monumentjes te bekijken. Wij gaan in gesprek met de grondlegger hiervan, met Misha Tilma. En laten we eerlijk zijn, jongens, een reizende ster. Want je kunt dure auto's hebben en grote huizen, maar je kan heel groot worden door zoiets kleins. Dat vergelijk, ja jongens, dat maakt het geweldig. Naast me staat Michel Tilma. En wie kent hem niet? De man van Miniatuur People Leeuwarden. Ik zou zeggen, fijn dat je met ons in gesprek wil. Ja, zeker welkom. Jullie ook heel erg bedankt dat jullie mij willen interviewen. Ja, want ik zat me af te vragen van, hoe is deze hype ontstaan? Want laten we eerlijk zijn, het is uitgegroeid tot een internationaal gebeuren. Want mensen vanuit de hele wereld komen naar Leeuwarden om jouw Miniatuur People te bekijken. Ja, dat klopt. Nou, ik ben 2019 ermee begonnen, eigenlijk als grapje. En één tafereel neergezet, daarna nog een tafereel. En toen bleek al dat de mensen gingen lopen en gewoon of ze gingen zoeken. En toen had ik zoiets van, oh, dit is best wel leuk om te doen. Laat ik nog een paar zetten. Ja, en ondertussen staan er 68. Ja, en wat je al zegt, ze komen van over elke windstreek komen ze vandaan. Dat is onvoorstelbaar. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Het heeft ook een aanleiding gehad waarom je uiteindelijk besloten hebt om dit te gaan doen. En die aanleiding was niet leuk. Kun je vertellen wat is er gebeurd? Nou, ik heb in 2012 heb ik meerdere hersenbloedingen gehad. En dan staat je wereld gewoon op zijn kop. En dan moet je iets gaan zoeken. En dan begin je eerst met fotografie. Ook omdat ze zeiden bij de neuropsychologie je creativiteit, ruimtelijk inzicht, dat is verdwenen. Dus ja, wat ga je dan doen? Je gaat iets opzoeken waar je toch iets creatiefs kan gaan doen. Dus een camera gekocht en daar ben ik eerst mee op pad gegaan. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je, het is wel leuk dan langs de slootkant iedere keer. Maar ik wil iets anders gaan doen. En toen ben ik op pad gegaan en af eerst gezocht op internet. En toen kwam ik werk tegen Verslinkertje uit Engeland. Die doet dat al sinds 2006 met miniatuurpoppetjes. Ja, en toen het idee gehad om daar in 2016 zelf mee te beginnen. Nou moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat, ja, ik weet nu toevallig waar ze staan, maar ze zijn zo ongelooflijk klein. Dus ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die echt lopen zoeken. Ja, maar dat is de bedoeling ook. Dit moet ook niet te makkelijk. Mensen moeten wel zoeken. Bij een aantal hangt wel een QR-code, bij een aantal ook niet meer. En heel veel mensen gaan wel dan zoeken naar die QR-code. Dus dan staan ze een paar centimeter ernaast, staan ze ook. Maar als je er niet bij hangt, gaan mensen een bericht sturen dat het poppetje niet meer staat. Dus dan ga ik laten kijken en dan staan ze er gewoon nog. Dus ja. Maar ja, afgelopen december is er iets heel ergs gebeurd. Want toen hebben ze bijna meer dan de helft van jouw hele route gewoon baldadig vernield. Ja, dat klopt. En dat was op eerste kerstdag hebben ze het kapot gemaakt. Tweede kerstdag was Henk van de Guide Leeuwarden die mij een bericht stuurde van Michel de Missen een aantal. In de Begijnenstraat en Begijnensteeg. En dan denk ik van pak mijn tasje in en ik ga gewoon met die 10 poppetjes ga ik terug de stad in. Alleen ja, toen kreeg ik dus weer een bericht dat er gewoon veel meer straten leeg waren. Ja, toen bleek het dus bijna 40 weg te zijn. Ja. En dan is het natuurlijk een hele schrik, maar ja, je hebt één heel groot geluk gehad. Heel Nederland stond achter jou. Jij hebt ongelooflijk veel reacties gekregen en dat moet je toch vleugels hebben gegeven. Ja, maar dat is het ook, weet je. Want ik was best wel, op tweede kerstdag ook, ik heb ook een stichting. En ik heb ook overleg gehad ook met het bestuur, met Peter, Richard en Helene. Zo van ja, weet je, eigenlijk heb ik geen zin meer. Want bij mij was echt de motivatie, ik kan het best heel snel weer omdraaien. Maar dat kon ik met dit dus niet. En toen zeiden zij ook van, nou ja, weet je, neem gewoon even rust. En plaats wel wat op social media en op je website. En ja, wat er dan loskomt, ja, dat is niet normaal meer. Zo. Nee, want uiteindelijk heeft het er ook voor gezorgd. En dat je eigenlijk een hele bekende man bent geworden. En niet alleen in Nederland, maar eigenlijk bijna over de hele wereld. Want ze komen zelfs vanuit Australië jouw werk bekijken. Klopt, ja. Wij bevinden ons nu in de Torenstraat. En jij hebt hier een heel mooi tafereeltje gemaakt. En aan dat tafereeltje ontbreekt iets. Jij krijgt hiervan bericht en je wordt op de hoogte hiervan gehouden. Hoe gaat het in zijn werk? Dus je hebt mensen die fietsen, die controleren het dan. Of die fietsen toevallig langs en die gaan dan kijken van of alles nog staat. En er was er één meneer die stuurde mij, Daniel heet hij. En die ging mij een bericht sturen
van Michel, er is een poppetje is omgevallen en er moet een ambulance bij komen. Zo gaat het verhaal dan. Dus dat vind ik best wel grappig. Het is ook heel mooi voor ons natuurlijk, want jij gaat hem na een heleboel nieuwe energie en natuurlijk gelukkig ook geld wat gedoneerd is door mensen uit Nederland. Heb je de route opnieuw kunnen opzetten en met een hele bijzondere opening. Vertel. Ja, we hadden de heropening vorige week zaterdag, was 2 maart. Die hadden we want die dag ervoor was het complimentendag. En die hadden we dus omgeturnd naar een Leeuwarden complimentendag. En die werd geopend door de burgemeester. Dat vond ik al heel speciaal. Maar ook alle mensen die erop afkwamen. Maar jij hebt ook een heel speciaal cadeau gekregen van burgemeester Buma. Klopt, een politiewagen. En om alle tafereel te bewaken. En echt een of echt zo'n miniatuur politiewagentje? Ja, zo'n kleintje. 1 op 87, ja. Heb ik nog eens heel speciaals te vragen en dat is gelijk ook de laatste vraag. Ja, toen jouw moeder ernstig ziek was, heeft ze wat tegen jou gezegd. En zou je deze woorden voor de camera kunnen zeggen? Jazeker. Nou, mijn moeder die is in 2016 overleden. En een week voordat ze overleed, toen kon ze bijna al niet meer praten. En toen zei ze van Michel, je gaat straks iets doen met je fotografie. En dat gaat mensen heel erg aanspreken. Ja, en onbewust. Weet je, een half jaar later dacht ik ook, het zei of zijn vader tegen mij. Maar dit heeft zij gezegd. Ja, dat is toch wel heel apart hoor. Dat doet wat met je. Ja, natuurlijk. Ja, dat is best wel apart. Ja, vreemd. Nou ja, in ieder geval, wij willen jou als Omroep Leeuwarden enorm bedanken dat je ons te woord hebt willen staan. En wij wensen jou natuurlijk heel veel succes. Een ster, een reizende ster. En we zijn heel dankbaar dat we met jou hebben mogen praten. Nou, dat is wederzijds. Ja, zeker. Ja, we bevinden ons op dit moment in de Haniasteeg. En hier staat heel veel werk van Michel Tilma. En jij hebt er wat mee, vertel. Want elke keer ben jij er weer helemaal door bewonderd. Ja, elke keer als ik hier in de steeg ben om te leveren bij de klant, dan zie ik die mensen hier langskomen en zoeken op de muur en die kinderen. En ja, dat vind ik gewoon mooi om te zien. Ze worden er blij van. En iedere keer als jij hier in de Haniasteeg bent, dan kijk jij wel even heel goed om je heen dat mensen er ook allemaal wel naar mogen kijken, maar ze mogen er niet aankomen. Nee, ik heb laatst al wat gehoord, dat er was wat gesloopt en dat vind ik gewoon waardeloos. Hè? Die man die probeert iets moois neer te zetten hier, en die probeert wat vreugde in het leven van andere mensen te brengen en er zijn er altijd weer van die onverlaten die er toch weer wat tegen hebben, zeg maar. En ik hou er absoluut niet van.